uit Tübingen. En waar ben je geboren? Ik ben in Den Haag geboren. En hoe lang heb je in Duitsland geleefd? 24 jaar. En jij? 8. 8? Ja. Waar vind je het leuker? Hier of in Duitsland? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. Ja, in 1971 ben ik naar Duitsland gegaan en dat deed ik vol enthousiasme. Op een gegeven moment kwam ik mezelf tegen en wilde ik eigenlijk weer naar Nederland. En toen zat ik gevangen in Duitsland. En dit is nu mijn huis en het staat in Almere. En sinds 1 juni mag ik er gelukkig nu wonen. Wat roep je? Duitsland is erg interessant, vooral omdat mijn dochter daar groot is geworden, dus ook eigenlijk de mentaliteit heeft. Alleen Duitsland is erg narrow-minded. Ik heb het gevoel dat mijn dochter zich hier veel beter thuis voelt, omdat ze hier kan zich veel beter kan ontwikkelen. Ze kan zichzelf zijn, ze is een individualist. In Duitsland ben je een kuddedier, om het heel grof te zeggen. Dat is wel zo. In Duitsland is het meer een samen uit, samen thuis. In Duitsland is is iedereen toch met elkaar bezig. Men is ook heel beleefd. Men wacht af. Men staat vlugger en langer en beter in de rij als in Nederland. Dat zijn zo voordelen die je in Duitsland hebt. In Nederland is het allemaal veel jachtiger. Maar aan de andere kant kan je in Nederland het maakt niet hoe je prolongeren en je presenteren en je wordt altijd geaccepteerd. Dat word je in Duitsland niet. Maar ik heb er tegen gevochten om dus geen Duitser te worden. En als Nederlander die toch de Duitse taal machtig is, heb je het grote geluk in Duitsland heel snel geaccepteerd te worden. Het is enorm charmant als je zo praat als Rudy Karel. En de Duitser die heeft veel respect voor Nederlanders, omdat de Nederlander toch wel iets directer en iets harder is. En als je dus zeg iets bevelend praat, dan reageert de Duitser erg willend. Je voelt je in het buitenland altijd op bezoek. Ik heb in veel landen gereisd en ik heb me op veel plaatsen thuis gevoeld. Maar je voelt je altijd, als je dus ergens gaat wonen en werken, wat een heel andere situatie is. En dus toch eigenlijk een heimaat probeert op te bouwen. Wat ik dus in Zuid-Duitsland, in Schwabenland, aan de Neckar tussen Zwarte Woud en Zweedse Alp gedaan heb. En niet kort gedaan heb. Daar kan je je nooit zo thuis voelen zoals je daar thuis voelt waar je bent opgegroeid. Dit is volgens mij een wet die gewoon bestaat. Hetzelfde geldt voor Duitsers die ik dus in Nederland leer kennen. Die eigenlijk in wezen hetzelfde hebben. Ik moet af en toe terug naar huis om zichzelf te zijn. Nationalisme. Komt.